Onze Belgische bieren zullen ruimschoots vertegenwoordigd zijn op de wereldtentoonstelling in Shanghai. En niet alleen de grote namen. Voor het Belgian Beer Café in het Belgische paviljoen werkt AB InBev namelijk voor het eerst zeer nauw samen met 9 andere bierbrouwerijen. Die hopen allemaal de Chinese markt te veroveren. Met deze 20 bieren zullen de bezoekers van het Belgisch paviljoen op de expo in Shanghai kunnen kennismaken. En volgens de brouwers in de meest optimale omstandigheden. Getapt door professionals in een echt Belgian Beer Café. Het is een mooi platform om onze bieren te tonen. En de Chinese consument associeert België nu al met bieren. Maar heeft zeer vaak de Belgische bier nog niet geprobeerd. Hier gaat de Chinese consument de kans krijgen om meer dan 20 bieren zelf uit te proberen. Het wordt het eerste Belgian Beer Café in China. Wereldwijd zijn er al 63, onder andere hier in Tokio. De Belgian Beer Cafés zijn een concept van AB InBev. Maar voor de wereldtentoonstelling werken die nauw samen met 9 andere brouwers. Zoals brouwerij Verhagen uit Vichten bij Kortrijk. Als klein brouwerij, als je zo geïsoleerd blijft, dan kun je niet verkopen uiteindelijk. En zo wereldtentoonstellingen, dat is eigenlijk een grote etalageruimte. En dat is wel heel belangrijk van op die manier aanwezig te kunnen zijn. Hoe meer mensen dat ze u zien, hoe gemakkelijker dat natuurlijk dat u eigenlijk ook in de belangstelling terechtkomt. De brouwerijen willen enerzijds de Chinese consument van hun bier overtuigen. Anderzijds moet hun aanwezigheid op de wereldtentoonstelling ook het contact met lokale importeurs en distributeurs vergemakkelijken. Als er distributeurs, mogelijke distributeurs in Shanghai of in China op de stand komen en op zoek zijn naar goede bieren, kwaliteitsbieren, dan is het ook een heel mooie gelegenheid voor ons om met hen kennis te maken. De expo in Shanghai opent op 1 mei de deuren en duurt tot 31 oktober.